welkom terug in Valley's Hearts The Great Port. De laatste keer hebben we gezien dat Carl zijn vrouw misschien wel heeft gered. Maar we weten niet of Carl zelf nog leeft. En we zijn achtergebleven bij Emil. Emil was still sick. But the general needed every soldier who could stand to launch his big offensive. Once again, it was niet slim, zieke mensen. That would bring an end to the war. Het slagveld opsturen. Oké, ik moet 3 mensen zoeken, denk ik. Oké. Jij moet daarheen. Oké, top. Jij gaat daarheen. Jij gaat er ook heen? Nog één iemand? Helemaal top. En een collectible. Dus ja. Oké. Okay. Grote slag met z'n vieren. Nou, we hebben wel Emil. Oké. We hebben Emil. Dus dat brengt wel heel veel goeds hoor. Ik zie alleen wel allemaal lijken en gewonde mensen teruggebracht worden. Ja, oké. Ga jij maar voorop dan? Als je zo graag wilt dat we rennen. Oké, okay, overal gaan mensen dood. Oh. Rob maar op, generaal. Ik ga niet het slagveld inrennen als ik zie dat mensen doodgeschoten worden. Snel. Nog meer lijken. Oké. Okay. Zo. Dat was een stuk sneller lift als dat er normaal is. Het zou me niks verbazen als hij nu dood gaat. Ja. Sorry man. Generaal. Als je zo graag wilt dat we gaan, ga dan voorop. Shit. Wat deed ik daar fout? Oké, okay, ik ga jij nu laten gaan. Ik vind het zo cool. Je ziet ze op de achtergrond. Hier zie je ze al als schaduwen komen. Oké. Okay. Ik wist echt niet wat ik moest doen. Ik snap ook niet waarom ik de eerste keer dood ben gegaan. Alsof de generaal bij dood stak, maar dat was niet zo. Oh, pak hem. Hoe snel moet dit wel niet gedaan worden? Oké, okay, pak hem. Knip, 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 knip. Oké, okay, we hebben het gehaald. Nu het volgende stukje weer. Okay, jongens, rennen, rennen, rennen. Oh, ingraven, ingraven, ingraven. Lang leven Emil met zijn schep. Die schep heeft levens gered. Ook levens afgenomen. Maar vooral levens gered. Oh. Oeh. Dat scheelt niet veel. Ik wou het zeggen, nu gaan ze hier weer schieten. Oh, ik sta er toch echt achter. Oh. Zegt hij dat ik dood ga? Kijk, hij gaat daar niet dood. Als ik daar zou gaan staan, zou ik dood gaan. Oké, okay, nu sta ik veilig. Waarom zijn al die andere Fransen zo dom?
heb je ook echt maar net genoeg tijd om de collectible op te pakken. Oh, we hadden terug moeten gaan. Ik dacht dat we er heel snel langs moesten rennen. Wat een mazzel. Oh, allemaal lijken. Oh, Emiel, je moet even een beetje... slaan, hup, kom op. Woe. Oké, okay, ik moet ze tegen graven. Ik moet oppassen voor de bommen. Moet ik omhoog? Nee, ik moet naar beneden. Oké. Okay. Kunnen we weer gaan... Oh, wie is dit? Kennen we deze persoon? Ook maar net op tijd dat ik hem heb gered. En het bloed is weg. Generaal. Precies verkeerd getimed. Oké, go. Maar die generaal die blijft lekker telkens helemaal achteraan staan. Totdat het veilig is. Wat? Dat had ik echt... Oh. Soms is deze game een beetje vreemd. Eén dingetje gemist. Oh, TNT. Nee, nu valt er een bom op. Oh, dat niet. Generaal. Ik mag die generaal echt niet. Ik weet niet wat het... Ja, ik weet eigenlijk wel wat het is met die generaal. Hij doet niks, hij stuurt iedereen erin. Iedereen gaat dood, behalve wij, want wij zijn wel slim. Ho. Nu zeg ik terwijl ik bijna in de vuurregen stap. En die generaal die komt telkens wel terug, maar te laat. Hij doet zelf helemaal niks. Oh. Daar had ik niet, ik kon daar niet langs. Er vallen echt heel veel bommen in. Het grootste gedeelte van de tijd zie ik niet waar ik heen moet gaan. Dat was echt een net mis. Oké, let's go. Dat maar. Zij zagen wel dat daar een bom ging vallen. Ik zag het niet. Oh, het zit in de fik. Zijn dat lichamen? Ze waren echt de enige. De grote aanval die de oorlog moest beslissen. Oh,
Lekker. Jij gaat waarschijnlijk wel dood. Ja. Zeker. Oh. Oh, je meer het nou. Ja, dat weten we nu wel. Oké, okay. Nu zijn we een soort van veilig. Oeh. Achtbaan. Achtig. Wat de... De car dat je gaat, want je blijft precies goed timen. Oké, okay. Nu ging het wel goed, blijkbaar. Oké, okay, dat was de bedoeling. Zat ze van, oh, nu ga ik weer dood. En hij wordt wakker. Met beschutting. Oké, okay, er zijn nog meerdere mensen. En dan is die rot admiraal of generaal weer. Admiraal kan hij niet zijn. Maar... Hij heeft zijn schip nog, gelukkig. Ze willen niet. Want ze weten dat ze toch wel doodgaan. Goed zo, blijf. Ja, dat zat er al in. The blow was fatal. Ja. The Nivelle offensive was a bloodbath. A butchery. Al op zich ook wel kunnen verwachten. Soon mutiny spread throughout the French infantry divisions and the offensive was abandoned. Tja. Emile was jailed with the other rebels. Nee. Waiting to be court-martialed. Nee. Oké. Okay. Volgt hoofdstukje. Half hoofdstukje, ik denk het is geen hoofdstuk. Maar goed, vorige keer zagen we het einde van Carl. Einde, niet het einde van zijn leven of zo. Nu zien we het einde van Emile. Dus ja, ik ga deze video nu hier stoppen. Volgende keer, ik weet niet... Wat we nu gaan zien... Ah, we gaan terug naar Carl. We gaan terug naar Carl. We gaan weten of hoe het met Carl is. En met zijn vrouw, met zijn kind. En met Walt. 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 Maar goed, ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken van deze video. En ik zie jullie allemaal weer in de volgende. Ciao.